Kitty Cat. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. Avontuur in de ruimte. Op een avond sneeuwde het zo hard dat de kittens binnen moesten blijven. Echt saai. We moeten iets verzinnen om te doen. Maar wat dan? Hé, kijk. De sneeuw lijkt net op vallende sterren. We doen alsof we in de ruimte zweven. Ah. Ja, leuk. Hé, luister. We gaan op ruimteavontuur. Oké. We vliegen met de sterren. Wat geweldig. Miauw, 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 miauw. Hé, in de ruimte is geen zwaartekracht, dus we zouden moeten zweven. Ah, ja, dat is zo. Kom mee. Wow, doen alsof je zweeft valt niet mee. Vechten tegen de zwaartekracht is vermoeiend. Maar dan bouwen we toch gewoon een ruimteschip om in te vliegen? De kittens gebruikten mama's breikist als het ruim en wat karton als vleugels. Ze pakten een trechter, een garde en wat bagels en plakte dat allemaal op de kist. Ziezo, het ruimteschip was klaar om op te stijgen. Hier spreekt de kapitein van het schip. Maak uzelf gereed voor vertrek. De navigator is klaar voor vertrek, kapitein. Ruimteschip, monteur. Ik start de motor, kapitein. We vliegen! Meteoren recht voor ons, kapitein. Ruimtemonsters! Mama! Papa! We dachten dat jullie hele enge ruimtemonsters waren. Wat zijn jullie aan het doen, malle kittens? Oh, we zijn gewoon op avontuur in de ruimte. Het lijkt meer op een avontuur met Wol. Nou, beginnen jullie maar alvast met opruimen. Het is al bijna bedtijd. Maar wat doen we dan met ons supercoole ruimteschip? Dit ruimteschip is ons levenswerk. Ja. Attentie, dit is de vluchtleiding voor de ruimtekittens. Ik heb een belangrijke missie die alleen de beste kittens aankunnen. Dit ruimteafval moet direct worden opgeruimd. Anders botst het straks misschien met de kattenplaneet. Hoort u mij? Over. Luid en duidelijk. De ruimtekittens staan tot de dienst. Oké. Wat zullen we doen met al die meteoren? We transporteren ze naar planeet Dressoir. De keukenvloer is een asteroïdenveld. We stoppen ze terug in de juiste lades. Ik bedoel terug in de dampkring. Kijk, die papieren meteorieten. Oh nee, ze zwerven overal. We brengen ze terug naar de ruimteboekenkast. Wow, kijk ze gaan. En al dit rondwarrelende ruimteafval gooien we in vuilniszak het zwarte gat. Wow, wat een hoop ruimteafval. Ik weet al wat er moet gebeuren. We nemen het afval mee op een ruimtewandeling. Het is koud in de ruimte. Trek een ruimtepak aan. Planeet gered van het ruimteafval. Kijk, een stel rare ruimtewezens. Nee, wij zijn het maar, papa. We hebben onze missie geheel volbracht. Haha, dat is mooi. Maar nu is het bedtijd, jongens. Ik kom jullie nog wel een verhaaltje voorlezen over de ruimte. En de drie kleine ruimtekatjes. Dat is leuk! Miauw, 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 miauw! Mama en papa hadden een speciale sterrenhemel gemaakt in de kamer van de kittens. En de kittens luisterden naar papa's ruimteverhalen, tot zij in hun dromen hun eigen ruimteavonturen gingen beleven. Post! Op een mooie ochtend bracht meneer Postkat de post rond in zijn postauto. Maar plotseling ging het mis. Oh nee, zo te zien krijgt vandaag niet iedereen zijn pakje. Maar ik weet zeker dat ze die pakjes wel willen hebben. Hé, zullen wij
koeien ze bezorgen. Lijkt me best leuk om postkat te zijn. Dit is onze kans. We zijn postkatten. Miauw, 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 miauw. Maar door het water waren de adresetiketten uitgelopen. Hoe wisten de Kittycats nu waar ze de pakjes moesten bezorgen? Ik denk dat ik een goed idee heb. We kunnen zien voor wie ze zijn door goed naar de pakjes te kijken. Dit is een hele mooie doos. Met mooi lint en een strik. Wie houdt er van mooie dingen? Nou, Cupcake! Oh, wauw! Wat is die mooi, zeg! En in dit pakje zit zo te zien een lekkere warme trui. Dan is die dus voor Boris. Hij raakt altijd zo snel verkouden. In deze zit denk ik een zwarte paraplu. En weten jullie wie er van zwart houdt? Nou, Flikje natuurlijk! Oh. Oh. Maar voor wie is dat laatste pakje dan? Misschien is het wel gereedschap voor Dart. Of misschien een speelgoedraket voor Snuffel. Laat die geheimzinnige doos nog maar even zitten. We gaan eerst de andere bezorgen, goed? De Kittycats bezorgden eerst het pakje van Flekje. Maar het bleek geen paraplu te zijn. Ah. Het was een tablet. En die was heel erg niet zwart. Oh, hij is roze. Jakkie! Hun volgende adres was dat van Boris, om de warme trui te bezorgen. Nee. Oh nee, deze muts wilde ik helemaal niet. Ik wilde de regenboogkleurige met belletjes. En Cupcake kreeg het pakje met het mooie lint en de strik. Wat is dit? Mijn hoofd lijkt wel een circustent. En dan moeten we nu nog uitzoeken voor wie het laatste pakje is bestemd. Oh, wacht! Ik heb helemaal geen gekke clownsmuts besteld, maar een roze tablet. Maar wie heeft dan deze gekke muts besteld? Nou, iemand die van clowns houdt, toch? Oh, dat is natuurlijk Boris. Dat lijkt al meer op wat ik wilde. Ik zie er nu uit als een echte grappige clown, toch? Iets dat zo zwart is, past toch helemaal niet bij een clown? Maar het past wel bij Flikje. Hoera! Mijn trui! Warm en donker. Hij staat je fantastisch, Flikje. Dan is dit de roze tablet die Cupcake heeft besteld. Wat is hij mooi, hè? De Kittycats hadden nu alle pakjes op het juiste adres bezorgd. Behalve het mysterieuze pakje. We maken het open en kijken wat erin zit. Dan zien we vanzelf voor wie het is. Je mag nooit iemand anders zijn post openmaken. Maar hoe lossen we dit dan op? Ik ben zo moe van het dragen. Oh. Gelukkig. Daar kwam meneer Postkat al aanrijden. Oh, snoepje, cookie, pudding. Een paar pakjes zijn uit mijn auto gevallen. Hebben jullie de pakjes soms gezien? Oh, zo te zien is dat er een. Wij hebben uw pakjes gevonden. En we hebben ze al bezorgd op het juiste adres. Oh, reuze bedankt. Ik was al bang dat ik de pakjes voor altijd kwijt was. Maar we konden niet achterhalen voor wie dit pakje is. Is het etiket onleesbaar? Dan kijken we naar dit nummer hier. Het is pakje 125. En dit is het adres. Kom, laten we de post bezorgen. Ja! Zo, we zijn er. Oh, maar dat is ons huis. Ja, dat is het zeker. En dat is waar dit pakje naartoe moet. Maar dan hebben we nu dus een pakje voor onszelf bezorgd. Wij zijn postkatjes. Miauw, 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 miauw. Het geheimzinnige pakje bleek een cadeautje van oma te zijn. De Kittycats hadden niet alleen hun vrienden blij gemaakt met een pakje, maar ook zichzelf. De oogst! Op een dag brachten papa en mama de Kittycats een dagje naar oma. Oma! Miauw! Oeh, welkom, lieve kleine kittens. Gaat u weer met ons spelen, net als vorige keer? Ja! Spelen! Spelen! Dag, kittens! Dag, dag! Spelen! We gaan straks spelen. Maar eerst moet ik even naar de tuin om te zorgen voor alles wat daar groeit en bloeit. Kijk maar eens wat er allemaal groeit. Appels, wortels, aardbeien, bloemen. En daar moet ik allemaal voor zorgen. Hé, ik heb een goed idee. We gaan oma helpen in de tuin. Dan is oma sneller klaar en dan heeft ze meer tijd om met ons te spelen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Steek je pootje op.
op als je het naar je zin hebt. Kom op, kittens, nog even. Na het wieden van het onkruid en de planten water geven. Als we dat allemaal doen, blijft er geen tijd meer over. Hé, misschien kunnen we iets overslaan. Bijvoorbeeld dit vroeten in de grond. Maar schoffelen is erg belangrijk. We kunnen alleen aardappels planten in losse aarde. Want anders lukt het niet. Dan is het net alsof je de aardappels in beton probeert te planten. Wat trouwens onmogelijk is. Maar misschien kunnen we het onkruid wieden dan overslaan. Maar onkruid verdrukt de bloemen in het bloembed. Stel je eens voor dat jullie mama haar haar niet meer zou knippen. Voordat je het weet, krijgt het haar de overhand. Ah. Mijn liefje! Maar wat als we wachten tot het gaat regenen, in plaats van water te geven? Maar planten hebben iedere dag water nodig, net als wij. Stel je voor dat jullie papa wacht tot het gaat regenen, in plaats van zelf in bad te gaan. Huh? Ja, hey, hey. Helemaal schoon. Oh. Oh. Nou, zo te horen kunnen de planten niet zonder onze hulp. We moeten voor de planten zorgen. Dat is wel duidelijk. Ik zorg voor de bloemen en haal al het onkruid uit het bloembed. En dan gaan Pudding en ik wel schoffelen. Oh. Oh. De kittens zorgen wel dat het regent. Wilt u misschien iets te drinken, meneer Appelboom? De wortels nemen de douche. Wat zijn jullie blaadjes mooi schoon, aardbeidjes? Dit zorgt ervoor dat de bloemknoppen opengaan. De kittycats waren zo druk met helpen in de tuin dat ze bijna vergaten te spelen. Ja. Wat kunnen jullie goed helpen? Gaan we dan nu spelen, nu al het werk klaar is? Weet je wat? We doen het oogstspel. Is dat wel een leuk spel? Ach, het is niet alleen leuk, maar het is ook nog eens praktisch. Oma en de kittycats hadden veel plezier met het binnenhalen van de oogst. En ze wasten het met fris schoon water. En dan is het nu tijd om te proeven van onze oogst. Dat klinkt goed. We kunnen wel even een pauze gebruiken. Oh, ik ben dol op aardbeien. Jullie hebben zo hard gewerkt. Bedankt. Jullie zijn 's werelds beste kleinkittens. Geweldig. Miauw, 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 miauw. Oh. Nou, jullie hebben wel heel druk gespeeld dat jullie nu zo moe zijn. Ja, ik denk niet dat ik ze vanavond nog een verhaaltje hoef voor te lezen. Breng ze gauw nog eens langs. En blijf zelf ook. Ik weet nog wel wat leuke spelletjes die we kunnen doen. Oh ja, zoals vroeger. Schilder de schuur. En wat was dat andere? Haardhout hakken? Ik heb een idee voor een nieuw spel. Wie er het eerst in slaap valt. Ah, ik weet... De kittycats hadden niet alleen een goede oogst... Ze hadden ook een fijne dag gehad. Het kookprogramma. Op een ochtend stonden de kittycats fanatiek mee te doen met een van mama's trainingsprogramma's. Het ontbijt is klaar. Joe. Krijgen we alweer pap? Dat krijgen we elke dag al als ontbijt. Straks komt de pap nog uit mijn oren. Pap is goed voor jullie kinderen. Eten jullie je bordje leeg? Dan ren ik nog even naar de winkel voor een lekker tussendoortje. Hé daar, wil je alleen nog maar lekkere dingen eten? Lekkere maaltijden waar iedereen van geniet? Kijk dan voortaan naar Kater's kookprogramma. Wauw! Jongens, we moeten zelf een kookprogramma beginnen. Ja, dan maken we het lekkerste ontbijt wat er bestaat. En geven dat aan papa en mama. Geweldig! Miauw, 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 miauw. En dus pakten de kittycats hun favoriete eten uit de koelkast. Wat voor ontbijtje zullen we maken? We maken een soort kleine taartjes, met jam erin. Maar om taartjes te maken moet je deeg maken en rollen en zo. En wij weten helemaal niets.
Oh, dat moet. Nou, dan maken we toch lekker een soort worstenkoekjes. Maar we mogen niet aan de oven komen en we weten ook niet hoe die werkt. Vergeleken met dit is pap nog best wel lekker. Als we niet kunnen koken, dan is een kookprogramma niets voor ons. Nou ja, ik bedoel alleen... Ik heb een heel goed idee. We maken een salade. Dan hoef je alleen maar verschillende dingen bij elkaar in de kom te doen, toch? Ja! Dus maakten de Kitty Cats een salade van kaas, vis, room, jam en fruit. Oh, wat zijn jullie daar aan het doen? Mama, we maken ons eigen kookprogramma. We maken de lekkerste salade uit de geschiedenis van de hele wereld. Je bent precies op tijd voor het moment waarop we het gerecht gaan proeven. Interessant. Verontrustend, maar interessant. Papa was precies op tijd wakker. Goedemorgen allemaal. Oeh, dat ziet er lekker uit. We zitten in een speciaal kookprogramma van onze kittens. Welkom, lieve kijkers. Vandaag de salade à la Kitty Cats. Ham. 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 Niet zo gek voor een eerste poging, hè? Maar waar zijn we nu aan het eten eigenlijk? Dit is vreselijk. Vreselijk is zacht uitgedrukt. Maar hoe kan het dat onze salade zo vies is? Alle ingrediënten zijn juist super lekker. Vis en suiker, room en banaan. Ja, en augurken en worst en ketchup en jam. En lekker veel van mijn lievelingskaas. Nou, het is in ieder geval een bijzondere salade. Mengen is goed, maar belangrijk is dat je dingen uitzoekt die goed bij elkaar passen. Jullie hebben nu geleerd dat je niet zomaar alles bij elkaar kunt doen wat je lekker vindt. Ik heb een idee. Waarom eten we niet gewoon een lekker bordje pap? Ja, ik lust ook wel een bordje pap. Ja, van je eigen kookprogramma maken krijg je echt heel veel trek. Aha. De pap komt er zo aan. Eerst ruim ik dit even op. Welkom, lieve kijkers. Vandaag onze speciale pap voor vijf. En kijk eens, we hebben hier lekkere jam, honing, rozijnen, noten en zongedroogd fruit wat je toe kunt voegen en wat het nog lekkerder maakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! En zo werd pap ineens een verrukkelijk ontbijt en maakte de Kitty Cats van hun pap een bijzondere lekkernij. Papa, pas op. Op een dag maakte mama zich klaar om naar een vriendin te gaan. Doei, lieve kittens. Ik ga er vandoor. Zijn jullie een beetje lief voor papa? Dag, dag. Dag, dag. Dag. Wat betekent dat precies? Papa neemt het over van mama, trekt hij een roze jurk aan en laat hij zijn haar groeien? Hé? Oh, hé. Au. Au. Oh, oh. Of neemt hij soms mama's plaats in op de sportschool? Au, au, au! Natuurlijk niet. Het betekent gewoon dat in plaats van mama, papa vandaag voor ons zorgt. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Hoi, papa! Papa, papa. Je bent mama, papa, de hele dag. Oh, ja. Yeah. Oké. Kom maar bij mama, papa. Papa liet de Kitty Cats hun lievelingssoesjes eten. Au. Wat lekker. Echt veel lekkerder dan pap. Het is best leuk als papa invalt voor mama. En dan gaan we nu even televisie kijken. Is het 38e uur van de live registratie van de trek van de sneeuwgans. Pap, is er niet iets wat je nog zou moeten doen? Wacht, wat? Als je precies wilt doen wat mama doet, dan moet je lunch maken. En onze kleren wassen. En daarna het hele huis stofzuigen. Huh? Doet mama dat echt allemaal? Oh, wauw. Oké, dan maar. Haha!
De Kitty Cats schakelden over naar hun favoriete programma. Terwijl papa pizza maakte voor het middageten. En alle vieze was in de wasmachine deed. En zijn best deed om te stofzuigen. Die effecten zijn gaaf. Je kunt er ook gewoon ruiken iedere keer als ze hun kanonnen afvuren. Dat is niet de tv. Er staat iets in brand. Wauw, en wat is dat daar? Het hele washok staat vol schuim, jongens. Mam? Wacht, dat is mama niet, dat is papa! Papa! Wat nu weer? Er staat iets in brand in de keuken. En het washok staat vol schuim. Oh nee, stop, stop, stop! Oh, de pizza! Heet. Wat ben ik een sufferd. Door het stofzuigen en het wassen liet ik de pizza aanbranden. Mama's taken zijn toch iets moeilijker dan je had gedacht, hè? Dit maakt mama vast verdrietig. Ik heb een heel goed idee. Omdat het lastige klusjes zijn, gaan wij papa een handje helpen. Met de hulp van de Kitty Cats lukte het papa om alle karweitjes te doen. Mama, je bent weer thuis! Miauw, jullie hebben toch niet heel de dag televisie gekeken, hè? Nee, mam. We hebben samen papa geholpen met de was. En met stofzuigen. En met het bakken van een taart. Super, papa. Je hebt niet alleen de kittens bezig gehouden, maar ook het huishouden gedaan. Nou, dat is toch wat je verwacht van zo'n uitstekende papa als ik? Het was net alsof papa in jou veranderde, mama. Maar ze moesten me wel helpen om een mama te zijn. Nou, in dat geval verander ik nu in jullie papa, omdat als hij thuiskomt, hij altijd iets lekkers bij zich heeft. Aardbeien, ja! Geweldig! Miauw, 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 miauw! Papa en de Kitty Cats hadden een hele leuke dag met net doen alsof ze mama waren. Maar ze waren pas echt blij toen de echte mama weer thuis was. Verhalen schrijven. Op een dag wilden Snoepje, Cookie en Pudding worden voorgelezen uit een boek. Een verhaal uit een prinsessenboek. Maar één met heel veel piraten. En ook met heel veel paddenstoelen. Oké, dat is één prinsessenboek, één piratenboek en de paddenstoelencyclopedie. Ik wil niet weer een boek over prinsessen en dat bedoel ik ook echt niet. En ik wil geen boek meer over piraten. Maar paddenstoelen zijn oké, toch? Oh nee, niet alweer! Jullie moeten zelf maar een boek gaan schrijven over een prinses, een piraat en een paddenstoel. We worden echte schrijvers! Geweldig! Miauw, 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 miauw! We verzinnen zelf een verhaal, jongens. En dan kan papa het voor ons opschrijven. Maar een boek schrijven bleek nog niet zo eenvoudig. Oké, vertel maar dan. Nee. Nee. Het lijkt wel alsof we helemaal niks kunnen bedenken. Om te kunnen schrijven heb je inspiratie nodig. Inspiratie? Nou, inspiratie is wanneer je eerst niks kunt bedenken en dan ineens een goed idee krijgt. Oh! Ik heb een ideetje. Diep in het woud. Ik weet iets. We beginnen op de maan met schimmelapen. Stop! Dit wordt helemaal niets. Eén van jullie mag beginnen en daarna mag de volgende. Papa heeft gelijk. Ik begin wel. Diep in het woud stond een prachtige... paddenstoel! Toch? Nee, gekkie. Een kasteel. Het huis van een slimme prinses. Ze zat in haar toren en keek in het rond. In haar toren en keek in het rond. Dat is een mooi begin, hè? Mijn beurt! Plotseling werd het kasteel aangevallen door... paddenstoelen! Nee, geen paddenstoelen, piraten! Oké dan. Joho! De piraten pakten het kasteel en namen het mee op hun schip. En toen keek de prinses uit haar raam en zag een gigantische... paddenstoel! In de
Paddenzee! Yeah! Kom nou, waarom nou weer een paddenzee? Jullie hebben prinsessen en piraten. Waarom mag ik dan geen paddenstoelen? Wat ga ik nou opschrijven? Wat zijn mijn lieverds aan het doen? Onze kittens zijn een boek aan het schrijven. We zoeken iets cools en gaafs wat het piratenschip aanvalt. Ja, iets spannends en goeds. Oh, dat klinkt leuk. Oh, krijg jij hem open? Wat dachten jullie van een gigantische... Een paddenstoel misschien? Mam, dat is precies wat ik zei. Een paddenstoel wil het schip laten zinken. Bakboord, maatje. Nee, stuurboord, maatje. Bakboord. Stuurboord. Bakboord. Stuurboord. Pas op, daar komt de gigantische paddenstoel. De piraten zorgen dat de paddenstoel niet kon enteren. Oh, maar de paddenstoel droeg een grote metalen helm, toch? Hey, ik heb een heel goed idee. We kunnen de paddenstoel verslaan door hem te koken in een pan soep, toch? Want een gekookte paddenstoel kan niks. Zo versloegen de piraten de vreselijke paddenstoel. En raakten bevriend met de slimme prinses. En ze beleefden samen nog vele fantastische avonturen op zee. Einde! Het paddenstoel-prinses-piratenverhaal. Dat is een mooi verhaal geworden. Ah, weet je wat? Ik geloof dat ik die paddenstoel kan ruiken. Dat is de paddenstoelensoep die je ruikt. Het is etenstijd, kleine schrijvertjes. Hoera! Miauw, 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 miauw! En na het eten printte papa het verhaal van de prinses, de piraat en de gigantische paddenstoel. Geschreven door onze eigen Kitty Cat. Duikles! Op een dag bracht papa de Kitty Cats een dagje naar opa. Opa werkte en woonde in een vuurtoren. Hallo, mijn kleine kittens. Hoi, opa. Pap. Miauw, mijn jongen. Je kunt wel weer terug naar de fabriek. Wij vermaken ons wel, hoor. Geweldig. Miauw, 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 miauw. Haha. De oceaan is kalm vandaag. Dat is mooi, want dan kunnen wij zo lekker onder water zwemmen. Wat bedoelt opa daar nou weer mee, onder water? Hoe gaan we dat doen? Ik zie geen onderzeeboot. Hé, en zijn jullie zover? Dan gaan we scuba duiken. Hé, wat gaan we doen? Scuba duiken. We gaan onder water scuba duiken. Maar hoe moeten we dan ademen, opa? Je neemt lucht mee in speciale zuurstofflessen. Maar hoe kunnen we dan onder water zien, opa? Met speciale duikmaskers. Ja, maar is zwemmen dan niet lastig? Nee, daar heb je flippers voor. En deze mooie, deftige duikpakken. Je hebt een hoop nodig als je gaat duiken. En waarom zouden we onder water zwemmen? Het is hartstikke nat daar beneden. We gaan op zoek naar hele bijzondere zeeschelpen. Daar, vlak bij die rots. Wie het laatst is, is een haarbal. Kom mee! Kittens, ik wacht. Schiet op. Onder water hadden de kittens het gevoel alsof ze zo licht waren als een veertje. Dat zeemonster beet in mijn staart. Pudding, het is maar een krapje. Niks aan de hand. Kom er maar weer in. Nou, ik ben wel weer klaar met duiken, opa. Weet je, Pudding, je hebt gelijk. Ik stop er ook mee. Als ik onder water blijf, dan word ik nooit bruin. Nou, oké dan. Dan moet ik maar in mijn eentje op zoek naar die bijzondere zeeschelpen. De kittens pakten opa's verrekijker en keken in het rond. Wauw, kijk al die bergen daar en al die mooie vogeltjes. Hé, laat mij eens ik even. Ik wil ook. Pootjes thuis. Geef hier. Ik ben nog niet klaar. Oh nee, hè. Opa wordt vast heel boos. Ik heb een heel goed idee. We
kunnen de verrekijker opduiken. Haha, dat is een goed idee. Spring erin. Opa hield de kittycats goed in de gaten en was blij dat ze er nu achter kwamen hoe leuk duiken kon zijn. Vinden jullie duiken nu wel leuk? Heel leuk. Kijk wat we hebben. Ik heb een hele mooie schat gevonden. En ik vond deze mooie schelp. Oh, dat is precies de soort schelp die ik hier hoopte te vinden. Ik moet geloof ik maar bij jou duikles gaan nemen. Help! Oh. Ja. Hey opa, waarom was je op zoek naar zo'n soort schelp? Wat wil je ermee? Nou, deze schelp heeft het geluid van de oceaan in zich. Zo prachtig. Hier, luister maar eens goed. Leren duiken is nog niet zo makkelijk. Maar de kittycats leerden dat, als je doorzet, je onder water hele mooie dingen kunt ontdekken. De vlinder. Op een mooie dag hadden de kittycats veel plezier in de speeltuin. Vlekje lijkt zo net een spook. Wat probeer je eigenlijk te vangen, Pudding? Mooie vlinders die ik nog niet eerder in het echt heb gezien, zodat ik ze van dichtbij kan bekijken. Ik zou zo graag nog eens een regenboogvlinder willen vangen. Haar vleugels lijken net een regenboog. Klinkt echt bijzonder. Zo'n vlinder zou ik ook wel willen zien. Maar weet je, die heb je hier niet. Regenboogvlinders komen alleen voor in verre tropische landen. De kittycats gingen naar huis, waar hen een verrassing wachtte. Raad eens, kittens. Opa heeft ons een kistje tropisch fruit gestuurd. Is dat niet lief? Ananas. Oh, met een rups. Oh, moet je zien. Dat is een grote rups. Mag ik haar houden, mama, alsjeblieft? Oh, zou ze ook een grote vlinder worden? Ik denk het. Maar laat haar alsjeblieft niet door het huis lopen. Ik ben bang voor rupsen. Ik beloof je, mama, dat ik goed op haar zal passen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Pudding, weet je echt helemaal zeker dat die kronkelende rups straks verandert in een mooie, sierlijke vlinder? Zeker weten. Als ik heel goed voor haar zorg, dan komt het helemaal in orde. Oh! Er was eens een vlinder. Oh! Mag hij op een andere zender, alsjeblieft? Ons lievelingsprogramma begint al bijna. Jullie moeten even wachten. Onze rups wil eerst nog even naar dit programma over vlinders kijken. Nu ga je echt te ver. Wat als dat ding straks nou eens niet in een vlinder verandert? Dat doet ze wel. Wachten jullie nou maar af. Ik weet het zeker. Jij wordt de allermooiste vlinder van de hele wereld. Hoera! Eindelijk, het is zover. Wat? Wat is er? Is de rups veranderd in een vlinder? Nou, nog niet helemaal, maar al wel bijna. Ze zit nu in een cocon en als ze daar uitkomt, dan is ze een vlinder. Maar wat nou als er in plaats van een mooie vlinder een griezelig beestje uit de cocon komt? Ja, bijvoorbeeld een neushoorntor. Huh? Of misschien komt er wel een vleermuis uitgekropen. Of anders misschien wel een hele mooie betoverde vee. Ah. Oh. Oh.
Fijn, nu word ik nerveus. Ah! Oh, wauw, moet je zien. Precies waar ik op hoopte. Een regenboogvlinder, jongens. Oh, moet je zien. Wat is ze mooi, hè? Kom op, we gaan het aan papa en mama laten zien. Wat een prachtige vlinder. Goed gedaan, kittens. Eerlijk gezegd hebben wij niks gedaan. Dat was Pudding. Ja, hij heeft echt heel goed voor de rups gezorgd. En nu hoeven we haar alleen nog maar vrij te laten, zodat ze kan vliegen. Samen met alle andere prachtige mooie vlinders. Kom nog een keertje langs, regenboogvlinder, oké? Zal je voorzichtig zijn? Tot ziens. Kijk eens, lieverd. Als herinnering aan jullie regenboogvlindervriendje heb ik iets speciaals voor jullie gemaakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! Dus dankzij de goede zorgen van Pudding is de regenboogvlinder nu te zien in tropische landen en in de tuin van de Kitty Cats. De walvis. Op een dag wilde papa een foto maken van een grote walvis om mee te doen aan een prijsvraag van een natuurtijdschrift. De hele familie ging in opa's boot de zee op. Oké, even lachen. Ahoy! Haha! Is iedereen klaar voor een avontuur op zee? Oh ja! Miauw, 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 miauw! Grote walvis, kom nou. Ik wil een foto maken. Ik dacht dat ik iets hoorde. Ik voel me niet zo lekker. Oh jee, Pudding. Dan heb je last van zeeziekte. Wat betekent dat, zeeziekte? Betekent dat dat Pudding een vissenstaart en kieven krijgt? Oh? Huh? Ah! Of verandert Pudding dan in een glaasje oceaanwater? Huh? 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 Oh, ik wil geen oceaanwater worden. Ik voel me al zo ziek. Cookie, Snoepje, maak jullie broertje nou niet zo bang. Je bent zeeziek wanneer je buikje een beetje van slag is door de bewegingen van de golven. Hé, Pudding, wat afleiding helpt ook. Waarom ga je niet iets lekkers voor ons vangen voorbij het eten? Hé, als je een walvis vangt, vergeet me dan niet te roepen, hè? Door het vissen voelde Pudding zich alweer stukken beter. Walvis, walvis! Hè? Oh, jammer, te laat. Snoepje hielp mama met de lunch. Oh. Oh. Hmm. Ah. Oh. Misschien kun je beter die brutale zeemeeuwen voeren. Straks is er niets meer over voor de lunch. Oh. Wow. Ja. Oh. Nou ben ik alweer te laat. Cookie nam een kijkje bij opa in de kajuit. Het belangrijkste is dat je het roer zo houdt dat de boot mooi op koers blijft. Cookie, kom hier, probeer maar eens. Oh. Ha! Volgens mij kan ik het al best wel goed, opa, hè? Huh? Belangrijk is dat je het roer zo houdt dat de boot mooi op koers blijft. Plotseling stak er een flinke wind op. De golven werden steeds hoger. Ah! Oh! Nee! Oh, lieve help! Oh! 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 Weer te laat! Cookie! Zorg dat je het roer goed recht houdt, oké? Ja, hou hem goed recht. Oeps. Al gauw ging de wind weer liggen en stopte de boot met dijk. Dat was een lekker dutje. Het is vandaag mooi rustig op zee. Hoera voor kapitein Cookie. Goed gevaren. Oké, even lachen. Oh, volgens mij heb ik beet. Oh. 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 Oh.
Hé, hey, papa heeft zijn walvis gevonden. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow. Even lachen, jongens. Het was nog best lastig om een foto van de walvis te maken. Maar met hulp van de hele familie maakte papa een nog mooiere foto dan hij had verwacht. Het circus! Op een dag gaven de Kittycats en hun vriendjes een circusvoorstelling. Ik ga allemaal stunts doen op mijn fiets! En ik ga kor dansen. Ik ben een clowntje. En ik ga jongleren. En ik ben een goochelaar. En ik ga... Ik ga ook kor dansen, denk ik. Maar dat gaat Cupcake al doen. En jullie kunnen niet tegelijk kor dansen op één koord. Dan lopen jullie elkaar in de weg. Maar wat moet ik dan doen? Snoepje, je zou Vlekje de goochelaar kunnen assisteren. Maar Vlekje wil altijd iedereen bang maken. Ik heb geen zin om torren of andere enge beestjes uit zijn hoed te halen. Wacht, ik weet al wat er nog ontbreekt. Een dierendemmer. Oh, maar dat wil ik wel doen. Dan beginnen we nu direct met repeteren. Onze circusvoorstelling wordt echt geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! Als ik dierentemmer wil zijn, dan moet ik wel een dier hebben om te temmen. Vogeltje, spring eens door de hoepel. Maar de vogel was te druk. En spring! De mol was te bang. En de slak was te lui. Oh, kom op. Spring nou toch eens. Zo te zien ben je al volop aan het trainen. Maar niks wat ik probeer wil lukken. Ik ben geen goede dierentemmer. Misschien dat je op mij kunt oefenen. Papa wilde voor het circusoptreden van Snoepje wel net doen alsof hij een wild dier was. Raar, raar! Kom, spring maar door de hoepel, leeuwenpapa. Leeuwtje? Hé, waarom luister je niet naar mij? Ik ben de leeuwentemmer. Loop niet weg. Je luistert naar wat ik zeg of ik zet je in de hoek. Hé, ik heb je nodig voor mijn optreden. Oh, zit hier ergens een wild beest verstopt? Hij is veel te wild, mama. Hij loopt steeds weer bij me vandaan. Waarom probeer je niet vriendjes met hem te worden? Maar hoe? Hij begrijpt niet eens wat ik zeg. Nou, er zijn twee dingen die hij zeker begrijpt. Liefde en aandacht. Ik heb een goed idee. Ik laat het wilde dier zien dat ik van hem hou en ik geef hem aandacht. En spring! Na wat liefde en aandacht begon papa door de hoepel te springen. En al gauw was hun circusnummer klaar. Wow! En
zo had papa Snoepje laten zien dat je iemand het beste iets kunt leren met liefde en aandacht. Wie is het stilst? Op een dag wilde mama werken aan haar nieuwe modeontwerpen. Mama! We willen een piratenschip bouwen in de tuin. Want dan kunnen we avonturen beleven op zee. Wat een leuk idee. Roep me maar als het schip af is, lieverd. Maar we hebben nog wat nodig, zoals dozen, lijm, touw en misschien ook nog wat andere dingen. Oh. Mama hielp de kittens met uitzoeken wat ze nodig hadden en liep met ze mee naar de tuin. Maar weer eenmaal binnen kon ze de kittens nog steeds horen. We bouwen hem hier. Nee, we bouwen hem daar. En ze kon zich niet concentreren. Maar dat piratenschip was mijn idee. Maar ik maakte de tekening. Ja, maar ik heb bedacht hoe we hem gaan bouwen. Ja, en? Kittens, waarom spelen jullie niet? Wie is het stilst? Wie is het stilst? Ja, de kitten die het langste stil is, is de winnaar. En dan maak ik voor de winnaar een eigen vlag voor op het schip. Oh, te gek! Dat wordt dus een vlag met een ster als ik straks heb gewonnen. Ik wil een vlag met bloemetjes. Eén met een paddenstoel. Oké, jongens. Shh. Wie is het stilst is nu gestart. Wie nu als eerste een woord zou zeggen, zou het spel verliezen. De Kitty Cats gingen verder met de bouw van hun schip. Maar dat bleek nog best lastig zonder woorden. Pudding stelde voor een mast te bouwen van oude skis. Maar Cookie dacht dat Pudding wilde gaan skiën. Midden in de zomer. Cookie snapte er helemaal niks van. Je kunt toch niet skiën op gras? Maar toen dacht Pudding dat Cookie wilde skiën. En daarna probeerde Cookie en Pudding te begrijpen wat Snoepje ze wilde zeggen. Stelden ze nu voor om het tafelkleed te gebruiken om op te skiën? Of wilden ze een spook spelen? Of wilden ze misschien een groot schilderij maken? Toen werd het toch nog duidelijk. Ze zei dat het tafelkleed heel geschikt was als zeil. Ze hoefde het alleen nog even aan mama te vragen. Maar niemand wilde als eerste praten en daardoor het spel verliezen. Door de stevige wind werd het tafelkleed bijna weggeblazen. Ze wisten wat ze moesten doen. Mama roepen. Maar wie van de kittens zou roepen en daarmee het spel verliezen? Ziezo, dat is klaar. Mama! Help! Oh, mama! De was was gered. Mama! Maar alle drie de kittens hadden het spel verloren. Oké, jongens, wat moet er op jullie vlag komen te staan? Een paddenstoel, bloemen of een ster? Wat? Maar hebben we dan niet verloren? Ja, we hebben alle drie gepraat toen we je riepen. Dan hebben we dus alle drie het spel verloren. Maar jullie hebben het zo goed gedaan. Jullie hebben het schip in stilte gebouwd. En jullie spraken alleen toen het echt nodig was. Dus jullie hebben alle drie gewonnen. Hoera! Miauw, 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 miauw! Wie is het stilst bleek een heel leuk spel. En mama maakte niet alleen een vlag voor op hun boot, ze liet de kittens ook het tafelkleed gebruiken als zeil. De filmmakers. Op een dag werkte Cookie, Snoepje en Pudding aan een nieuw project. Wat is dat geluid? Het klinkt als een walvis. Het is papa! Oh,
Hoi, kinderen. We willen een film maken, maar hoe moet dat? Nou, je hebt een regisseur nodig, een scriptschrijver en een cameraman. Wat betekenen al die woorden? Nou, een scriptschrijver bedenkt het verhaal, een regisseur zegt wat de acteurs moeten doen en de cameraman neemt het allemaal op met de camera. Ik verzin graag verhalen. Ik vertel graag wat mensen moeten doen. En dan ben ik dus de cameraman. Maar ik heb helemaal geen camera. Is niet nodig. Met een telefoon kun je ook filmpjes maken. Mama! Mama! We gaan een film maken! Mogen we alsjeblieft jouw telefoon gebruiken als camera? Natuurlijk, maar raak hem niet kwijt. Oké! Milo! Daar waren de acteurs van de film. Boris, Snuffel en Cupcake. Milo! Wat zijn dat voor kostuums? Onze film gaat over piraten. Wel, ik ben de beeldschone piratenprinses. Ik een buitenaardse piraat van planeet Arg. Pieuw, pieuw, pieuw. En ik ben een traditionele piratenclown. Ik ga even pauzeren. Dat gaat ons wel lukken. Maar dan hebben we wel een schip nodig. Met een bezem en een laken veranderde de bank in een mooi zeilschip. En staat de camera aan? Ja. Oké, dan. Actie. Actie betekent doe iets, anders wordt de film maar saai. Hé, hey, we laten de boot deinen alsof het stormt. Ja! Oh, en ik ga springen, want ik ben tenslotte een clown. Ja, en ik kan vallen zonder mezelf pijn te doen. Oh. Stop! Wat was dat nou weer? Oeps, volgens mij is het schip gezonken. Pieuw, pieuw! Ja, zo kan ik echt niet werken, hoor. Wacht maar tot je hoort wat er nu komt. Een walvis! Maar wie speelt de rol van walvis? Wie anders? Hij heeft net in zijn slaap nog het geluid van de walvis geoefend. Papa is een natuurtalent. Wow! Oeh, ik ben een walvis! Ja. En dan is het volgens mij nu tijd voor mijn liedje. Hé, hey, oma heeft toch geen rol in de film? Oh, wacht, het is een telefoontje. Hallo, oma. Nee, niet met mama, met Pudding. We maken een film. Pudding, liefje, hoe... Het bos, dat is een fijne plek. Je komt er echt tot rust. Daarom ben ik op deze stek. Oh! Hey, Pudding, heb je alles? Ik denk het niet. Ik ben de telefoon kwijt. Oh-oh, dat zal mama niet leuk vinden. We moeten hem vinden. Onze film staat erop. Dus hier lagen mijn doodsgroeten. Hier ligt een barbecue voor. Ik heb hem. Oh nee, dat is een worm. Niet gevonden. Hoe moet ik het mama vertellen? Ik heb een idee voor de volgende scène. Walvis, mag ik eventjes je telefoon? Snoepje had een goed idee. En de filmcamera was weer terecht. Hoera! Die avond was de grote filmpremière. Wat doen we als ze onze film niet mooi vinden? Dag, lieveke. Wij presenteren Avontuur op Zee. Oh, leuk. Waarom ben ik op deze stek? Mag ik even jullie aandacht allemaal? Deze film is bekroond met de felbegeerde titel Beste Film van het Jaar. Geweldig! Milo! Willen de filmmakers naar voren komen om de prijs in ontvangst te nemen? En zo maakte Cookie, Snoepje en Pudding een meesterwerk. En wonnen ze de Gouden Kat. Op de fiets! Het was een bijzondere dag. Snoepje kreeg van mama en papa haar eerste echte fiets. Verrassing! Hoera! Nu kan ik met jullie meedoen in de grote fietsenrace. Fantastisch! Miauw, 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 miauw! Wacht, ik kan nog helemaal niet op een grote fiets rijden. Je kunt binnen no time zonder zijwieltjes fietsen. Je broers leren het je wel. Ja! Oh, dit is een makkie. Ja! Snoepje liet vol trots haar nieuwe fiets aan haar vriendje zien. Oh, miauw, Snoepje. Wat lijk je al groot op je nieuwe fiets.
Wat een mooie fiets, Snoepje. Wanneer gaan we beginnen met racen, jongens? Nou, eerst moeten we Snoepje leren fietsen op haar nieuwe fiets. Het is een makkie, Snoepje. Kijk! Cookie reed zo snel dat de arme Snoepje hem maar met moeite kon volgen. Snap je het? Nee. Nou, probeer het toch maar. Oh, het lukt me echt niet. Wacht, ik laat je wel zien hoe je moet fietsen. Pudding deed precies wat Cookie deed, alleen veel langzamer. Snoepje bekeek het allemaal heel aandachtig. Oeh, ik denk niet dat ik dit kan. Kijk, zo moet je sturen. Luister, het belangrijkste is dat je heel hard trapt. Ik denk dat evenwicht het belangrijkste is. De fietsbel is ook erg belangrijk, want die klinkt namelijk zo mooi. Snoepje deed haar best om alle adviezen te onthouden. Kom op, Snoepje. Je kan het. Hoe kan ik nou tegelijkertijd het stuur goed houden, snel trappen, mijn evenwicht bewaren en de fietsbel gebruiken? Nou, als je bovenop een steile helling begint, dan hoef je niet zo hard te trappen. Maar Cookie, hoe bewaar ik dan mijn evenwicht? Voor je evenwicht kunnen we hele grote wielen op je fiets zetten. Maar Pudding, is dat niet een beetje gevaarlijk? We kunnen ook een elastiek tussen twee bomen spannen en pieuw! Nee, we binden gewoon wat roze ballonnen aan Snoepjes fiets. Dan houdt ze en haar evenwicht en het ziet er mooi uit. Ik ben bang dat ik het nooit leer. Ah. De vader van Snuffel was er al om de wedstrijd te starten. Wat zou Snoepje doen? Het is tijd voor de start, kleintjes. Dit hier is de startlijn en de finish is daar bij die rode vlag. Wees sportief en veel plezier. Maar ik kan niet. Hoera! Als ik win, dan kom ik terug om het jou te leren. Dat beloof ik. Maar als ik win, dan ben ik degene die het haar leert. Op jullie plaatsen, klaar voor de start. Oh. Ik ga winnen, dus ik leer Snoepje fietsen. Nee, dat doe ik. Oké, geef niet op, Snoepje. Zorg dat je je evenwicht bewaart. En probeer nu te trappen. Evenwicht, trappen, sturen, gebruik je fietsbel. Ja! Ondertussen was er een spannende race gaande. Ik kan het Snoepje veel beter leren. Echt niet. Wow! Wat zien jullie er grappig uit? Zo allemaal op elkaar gestapeld. Na een dramatische botsing is de winnaar Kleine Snoepje. Dat kan toch niet waar zijn? Hey pap, hey mam. Snoepje heeft zichzelf leren fietsen. Het was echt fantastisch. Ze heeft gewonnen van ons allemaal. Klopt. Ik zei toch dat het allemaal goed zou komen. Maar voor ons was het niet goed, want wij hebben verloren. We zijn niet eens gefinished. Dat Snoepje heeft leren fietsen is een grote winst voor het hele gezin. Want dat betekent dat we nu met z'n allen fietstochtjes kunnen maken. Door het park lopen hele mooie routes. Papa had al een route uitgestippeld voor een eerste fietstocht met picknick. Geweldig! En als we samen een grote tocht maken, dan dragen we allemaal deze lichtgevende veiligheidshesjes. Oké! Miauw, 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 miauw! Snoepje had dan wel gewonnen, maar nu konden ze fietsen met het hele gezin. En dat was de allermooiste prijs. Ja. Detectives! Op een dag waren de Kitty Cats met hun lievelingsspeelgoed aan het spelen. Blub, blub, iep! Blub, blub, vroom! Mijn vissenauto is cool! Maar Snoepje kon haar lievelingspop niet vinden. Miss Kitty Lou is weg! Dan ben je haar kwijt. Ik weet hoe dat voelt. Ik ben mijn spullen ook altijd kwijt. Jij ruimt je speelgoed nooit op, maar ik zorg goed voor mijn pop. Haha! Je hebt haar gewoon ergens laten liggen. Ze duikt wel weer op, weet je, op een dag. Als we een jaar of 100 zijn. Maar ik wil Miss Kitty Lou nu, niet over 100 jaar. Als Spinlock Holmes de grote detective hier was, dan was ze binnen no time terecht. Ik heb gelezen over zijn superduper slimme deductiemethode. Wat zeg je nou weer? Wat? Deductiemethode. Dat betekent dat je eerst geconcentreerd denkt aan wat je kwijt bent en dan gaat zoeken. Het is zo'n beetje de meest geniale manier van zoeken.
basiskennis. Dat werkt niet. Spinlock Holmes bestaat niet. Dus hij kan me ook niet helpen. Maar wij kunnen toch ook detectives worden? Dan gaan wij toch voor je zoeken? Goed idee! Meeuw, 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 meeuw! Zo, juffrouw Kitty Cat. Hoe groot zei u dat uw verdwenen popje ook alweer was? Ongeveer zo groot, meneer. Zo groot, hè? Te groot om zoek te raken in het gras. Hm. Oh, ik weet een plek waar zoiets groots zich kan verstoppen. Oeh, niks aan de hand. Het is hier wel donker. Hallo? Ik heb iets gevonden. Miss Kitty Lou? Iets leukers. Papa zou de hoed met de nieuwe eigenaar. Kijk. Hoe is die uil nou aan de oude hoed van papa gekomen? Ik denk dat papa zijn hoed ergens heeft laten slingeren. Oké, juffrouw Kitty Cat, vertel me eens waar u Miss Kitty Lou voor het laatst heeft gezien. Dat was in de zandbak, meneer. We bakten zandtaartjes en toen begon het ineens te regenen. Dan weet ik het! Je pop ligt onder het zand! Zie je al iets? Ik voel iets. Is het Miss Kitty Lou? Iets leukers. Mijn rode auto, puddingsvieze sok en een mol. Ha! Hoe komt mijn auto onder het zand terecht? Basiskennis, beste Cookie. Je hebt gewoon weer niet goed opgeruimd. Maar waar is Miss Kitty Lou dan gebleven? Ik snap er niets van. Misschien zijn we toch niet van die goede detectives. Natuurlijk wel. Huh? Ik heb een idee. We gaan eerst op zoek naar mijn poppenwagen. Toen het ging regenen, legde ik Kitty Lou direct in haar wagen. Dat is volgens mij een belangrijke aanwijzing, juffrouw Kitty Cat. Gaat u maar voorop. En daar gingen de drie kleine detectives. Op zoek naar de verdwenen pop en de verdwenen poppenwagen. Ze zochten hoog en laag. Het was niet makkelijk, maar eerste klas detectives geven niet zomaar op. Ik zie een spoor. Wagensporen? Misschien. Waar gaat dat spoor naartoe? We volgen het! De mysterieuze sporen leiden naar de katjes hun eigen huis. Is leeg. Hey, wat doet dit touwtje hier? Oh, dat is het haar van Miss Kitty Lou. Hey, kijk, daar ligt er nog één. De kleine detectives volgden het spoor van touwtjes. Gevonden! Dus mama is de dader in het mysterie van de verdwenen pop. Ja, ik ben de schuldige. Ik zag haar drijfnat in haar wagen liggen, dus ik reed haar naar huis om haar te drogen aan de waslijn. Dankjewel, mama. Dan is deze zaak dus opgelost. Als je klaar bent met spelen, leg je de pop dan weer terug waar ze hoort? Ik heb mijn auto gevonden en puddingsvieze sok. Daar zijn mijn kleine detectives. Raad eens welke papa zijn poot heeft weten te leggen op het nieuwe Spinlock Holmes bordspel. Fantastisch! Meeuw, 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 meeuw. Het is leuk om detective te zijn. Maar het is beter om je speelgoed op te ruimen, zodat je weet waar het ligt als je weer wilt spelen.